zonder de provincie was Windesheim hier niet geweest. En onze ambitie is dat Almere ook een studentenstad wordt. En ik ben het er helemaal mee eens dat dat nog niet is. Maar waar de provincie wel heel actief mee bezig is natuurlijk de doorontwikkeling van de hogescholen en mogelijk universitaire vestigingen. Ja, wat volgens mij nodig is om Almere echt tot een studentenstad te maken, is dat een universiteit hier in Almere, of in ieder geval in de provincie Flevoland, ook wel echt zou meehelpen aan het maken van een studentenstad. Maar we doen er ook samen met alle verenigingen alles aan om het studentenleven wat groter te maken, om uiteindelijk het doel wat we allemaal hebben te kunnen realiseren. En dat is die studentenstad Almere. Ik moet eerlijk zeggen dat voordat ik bij Ancient kwam eigenlijk niet echt bezig hield met de politiek. Maar sinds ik bij Ancient ben gekomen zijn we daar wel wat meer bewust van. Dus het gaat dan voornamelijk over huisvesting. Gewoon eigenlijk onderwerpen waar wij echt zelf te maken mee hebben. Ik denk dat elke groep in de maatschappij een bepaalde mening en stem moet kunnen uiten. En ik denk dat politiek een middel is om eigenlijk alle stemmen in de samenleving te laten horen en hun stem te laten hebben. Ik heb het idee dat studenten soms echt wel wat politieker kunnen zijn. Ik denk dat er een beetje stigma op hangt dat het saai is. Of dat studenten denken, in mijn eentje ga ik toch niks kunnen bereiken. Dus waarom zou ik daar me dan in verdiepen? We hebben het hier over het bouwen van een samenleving. En de politiek gaat over de keuzes bij het bouwen van een samenleving. Wat voor type samenleving willen wij zijn? En daar denken politieke partijen heel verschillend over. Het heeft zin om je daarin te verdiepen. Wat is mijn lijn van denken? Waar denk ik dat mijn gedachte het meest tot uiting komt? En op die partij zou je moeten stemmen, want dan heb je daadwerkelijk invloed op hoe Flevoland zich ontwikkelt.